En hij gewoon in een shirtje, blote armen en gaan. Is het geweldig om zo gepassioneerd te praten over de menssport en over hoe het allemaal komt. Jarenlang natuurlijk samen met Quintus, vader Jan Meijs, lach van België de hoogte. De lijsten zijn overgedragen. En nu staan de vader Meijs van Trotshart aan de kop. Hij kreeg echt door die hekken spijtbeelden. Hij heeft zo misschien uitgezocht hoe hij die hindernis wilde attackeren. Hoe hij het snelste kan doen. En ik hoop dat hij de snelheid vast kan houden. Of ze die beweging in kunnen houden. Of dat gaat lukken. Of ze die laatste meters kunnen pakken. Dat er niks gebeurt. Helemaal voorwaarts blijven. Zie dat fantastische uitzicht zijn. Hij weet wel nog een klein beetje extra tempo te maken in die hindernis. Wel dan, maten! Wel dan! En dan nog goed die hindernis uit. Groen ze overgooien. Oudeling en Jos. Yes, stop. Goed gedaan. Daar komen we. En obstacle number 5. Nog geen cijfers van de komen snel. Wel dan. Hij komt eraan. En ik ben benieuwd hoe hij het bij jou in die kamp zegt. Tuinen, water, hindernis gaan volbrengen. Want Nathan Meijs lijkt op het kiezen. Hij is een klein tijd in de Münchenbolstijd. 1.70. Zo, Nathan Meijs, very fast. Goal number 5. 71.10 second time there. Well done, Nathan. En staan tegen Volker, die was in die kamp tegen Tuinen, hindernis en Münchenbolstijd. Nathan, thank you, Sheila. Straks Nathan deze kant op, maar eerst zien we hier Joanna Broadbenter. Rob in Spanje, ook alweer met dezelfde C-voring hier de landskant. Zien hier prima. De water al aankomen. Hele mooie spandaamtje van Lijkheid, in de afdekeningen. En Joanna has been driving to 9-7-4. Maar u wordt het allemaal in de voortaan in de handdeze. Ik wil daar wel met de wat mee te pakken. Het naam van